Wanneer het aankomt op SLM is minister Albert Jubitana van TCT nog altijd erg voorzichtig en erg zuinig met zijn woorden. Maar ook hij geeft eraan dat hij vandaag contact heeft genomen met de directeur van de SLM van wat de exacte reden is van alle annuleringen welke er thans plaatsvinden. Is ook alles oké binnen de SLM, werd aan de minister gevraagd. En verder zijn hem ook vragen gesteld over het openbaar vervoer. U hoort minister Albert Jubitana van TCT ingaan op verschillende vragen vanuit de pers voor aanvang van de wekelijkse RVM-vergadering. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Maar er worden de laatste tijd heel veel annuleringen. Ja. Ik heb vanmorgen telefonisch onderhoud gehad met de directie of de directeur. Ze komen binnen een uur of twee uit met een communiqué. Dat hebben wij gevraagd. Omdat ben je op de hoogte gesteld? Ja, nu wel. Want we kunnen niet toekijken toch, hoe de passagiers op dit moment die ook gedupeerd worden. Kunnen niet doen alsof het er niet bestaat. Dus, maar daar gaan we verder in overleg over treden. Maar dat weet u zelf. Ik heb daar antwoord op gegeven al. Ja. Dank u wel. Minister, we hebben bijvoorbeeld gemerkt de afgelopen dagen hoeveel mensen we naar Suriname hebben gehad. De toerisme sector is weer booming. Maar hoe zit het met die toerismewet, minister? Waarom voor een jaar? Nou, die is al, ook dat is bij de openbare vergadering, is dat ook bekendgemaakt. Dat het al op de agenda gaat komen. Hoe loopt het met die sector? Want ja, wat bedoelt u met lopen? Wat bedoelt u precies? Absoluut. Ik heb dit een aantal keer uitgelegd. We kunnen iedereen praten over de toerisme sector. Hoe je de sector gaat ontwikkelen, moet je een goede basis hebben. Op dit moment is het altijd geweest vanuit de private sector. Nu heeft de overheid een faciliterende rol. En die rol kunnen we alleen vervullen vanuit een goede wetgeving en een autoriteit. En dat is waar het ministerie zich nu hard voor maakt, met alle stakeholders, dat dat op de agenda komt. Dus is het van belang weer een eigen toestel te hebben straks, minister? Ik zal u dat antwoord nog moeten schuldig moeten blijven. En die andere punt, hè? Transport. Ja. Een tijdje was er een heleboel ophef, ontevreden buschauffeurs en zo. Is alles nu... Er zijn natuurlijk niet iedereen is tevreden. Ook daar hebben we een project lopen met IDB. We hebben, ik dacht, een maand terug een presentatie gehad met betrekking tot die studie die tot nu toe is verricht. En dat houdt dus in Groot Paramaribo Wanica, het ordenen van het openbaar vervoer. We hebben gisteren met PLO ook aan tafel gezeten. Dat ze hun input geven en hier en daar ook heel kritisch kijken naar dat plan. Uiteindelijk gaat het om draagvlak. Het gaat met name om de passagier. Wij kunnen vanuit de overheid zaken gaan trekken, maar uiteindelijk zijn het ook de stakeholders die daar moeten inkomen. En dat is ook een heel vruchtbaar gesprek geweest met de PLO, of althans een meeting met ILACO als uitvoerder van dat project, dus die studie. En met de betrokkenheid van PLO. Eerder zijn er ook andere gesprekken geweest. Maar waar we zeker voor aandacht hebben gevraagd, is dat de dienstverlening naar de passagier toe, dat die dienstverlening centraal staat. Omdat we nu, iedereen weet het, iedereen klaagt. Maar ook daar zijn we nu ook bezig met, we hebben ook al toestemming gehad, voor een richting gaan naar een autoriteit. Maar daar ook moet ook een goede basis gelegd voor worden, want tot nu toe zijn de zaken altijd veelal via openbaar vervoer gegaan. Maar je moet ook wel goede wet en regelgeving up-to-date houden, dus dat zijn de vorderingen die we maken. Alle achterstanden zijn er heen gelopen? Nou, achterstanden, laat me het ook zo zeggen, we hebben ook het systeem dat eigenlijk gedigitaliseerd moet worden. Het is ook in de DNA geroepen, mensen betalen tjoekoes. Ik heb ook aangegeven van nee, ik wil weten wie de mensen zijn en hoe dat eruit ziet, hoe dat systeem eruit ziet. En mocht ik het weten, dan zullen er zeker sancties moeten volgen. Want dat is niet waarvoor we staan.
Dus dat zijn de zaken die we vanuit het beleid, hoe we dat allemaal uitrollen. Het gaat niet, snap ik ook, er zijn ook vragen in de DNA gesteld, gaat niet in zeg maar een tempo dat zou moeten. Maar we hebben een systeem, het is niet helemaal gedigitaliseerd en daar werken we ook naartoe, zodat we ook weten een goed overzicht hebben. En ik heb in de DNA ook gedemonstreerd hoeveel controlewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden op één verlenging, hoeveel geparafeerd moet worden, hoeveel getekend moet worden. En dat zijn zaken die we moeten successievelijk wegwerken. Daar hangt er vanaf hoor. Er zijn luchtvaartovereenkomsten die in de maak zijn. En daarop aansluiten kunnen zeker luchtvaartmaatschappijen een beroep of althans zeggen van of we aanvraag doen, kan ik ook op die route mijn dienstverlening aanbieden. Dus dat zijn zaken die lopen.